je gemaakt had met Bram. Hij is al bijna klaar, alleen moet even gemonteerd te worden door een vriend van Jesse. Ook van iemand erbij. Maar ja, maar dit keer ga ik ietsje anders aanpassen aan de video. Nou, wat een keer van de volgende video van een tijdje geleden, van 2018, heb ik iets verklapt wat ik eigenlijk niet mag, maar dat ga ik niet doen. Dat is eigenlijk privé. Nou ja, ik zou even zeggen, nou welkom terug bij de, ja, eigenlijk de eerste, maar nou is het tweede geworden, want de andere was het niet. Maar ja, we gaan even niet verder over. Maar ja. De film is al bijna klaar, mensen. Ja. Is helemaal perfect geworden. De tijdmachine was een keer gemaakt door mij. En ik heb de eigen tekst geschreven. En ik heb van alles gedaan. Kijk, ik ben een klein beetje een regisseur aan het worden. Nou. Toen ik nog 18 was. Toen had ik samen met mijn vriend Bram een film gemaakt in mijn achtertuin. En toen was het helemaal perfect geworden. We hebben van alles in scène gezet. Van één filmpje, stop, één filmpje, stop, één filmpje en stop. Ja, mijn camera wat ik heb, daar in mijn kamer, maar ik doe dat met mijn telefoon. Nou, de camera wat daar ligt. Oh nee, dat ik iemand hoor. De camera die in mijn kamer ligt, die kan niet op pauzes, want ik heb alleen even dus de eerste scène gezet en toen heb ik op pauze. Ja, ik kon die kop niet vinden van pauze, maar toen heb ik even uitgezet en toen heb ik op een 1 voor 1 puntje gemaakt. Nou, kom, ik heb nog niet einde. En nu komt de tweede film. Die heet De Wraak Steen Kroon. Ja, wraak. Nou, als je staat Wraak Steen Kroon, heb ik genoemd voor een nieuwe film. Want die volgende film die ik gemaakt had, die heet Captain America versus Captain Schurk. Ja, maar ik heb de kostuum van Captain America heel anders gemaakt. Want ik ga de kostuum niet namaken. Want diegene die namaakt, en ik wacht wel, maar ik doe dat niet. Dan heb ik iets anders gedaan. Ik heb alleen met een blauwe shirt. De blauwe shirt is voor dezelfde. Maar dit is wel normaal gemaakt. Dus ik heb het in mouwen. Waarom? Ik heb een andere. Met langere mouwen, maar ik heb ietsje anders aangepast. Ja. En natuurlijk Scar de Schurk. Nou, je kent allemaal Scar wel van The Lion King. Toen had ik gedacht, ik ga mijn eigen als een superschurk verkleden, want ik heb verschillende dingen allemaal. Want ik heb een cape. Wacht, ik heb een cape, een zelfgemaakte shirt en een zwarte broek en een pruik. En een masker. Ja, van Captain America had ik ook een masker gebruikt. Het is dezelfde masker, maar wel ietsje anders. Het is niet met zo met ketting. Ja, hoe die ook heet, maar ja. Die is een beetje meer vierkant, maar die andere was ronder. Want als het dan namaakt, dan wordt er echt een paniekje. Maar ja. Als je heel goed ziet, ik zit nou bij de badkamer, want dit is even. Ja, eigenlijk is het best wel privé, want ik zit niet
Ik zit niet op de dinges. Je weet wel, hè? Ja? Nou ja. Nou, de film van 2019, wat ik ga maken, heb ik ook al een beetje voorbereid. Ik heb een nieuwe tijdmachine gemaakt, maar wel dezelfde hout. Maar die enige platterhout, die is dan weg. Want, en de apparaten, dat ga ik niet doen, want dan doe ik iets anders. Dat doe ik met één knopje. Druk goed op de knop en de nieuwe tijdmachine staat aan. Nou, hij gaat niet echt aan, want als ik de tijdmachine ga filmen, dan zet ik op de laptop en dan zet ik wat een paar dingetjes bij. Maar oh, hoop eens even, er komt ook een rookmachine. Een rookmachine, ja, dat is ook heel belangrijk van de film. En die kun je gebruiken als nep brandrook. Je kunt gebruiken als van de tijdmachine, wat ook al andere dingen. En ja, de allerbelangrijkste, want ik ben nou eens leuks aan het doen. Ik heb ook wel wat andere dingen voorbereid van school, want ik heb aan mijn meester gevraagd, mijn meester heeft aan mij gevraagd om een keer een filmpje op school te maken in de klas. Want, ja, dat was Dylan Harens. Wie kent hem nou niet? Dylan Harens is heel beroemde YouTuber. Net als StukTV en zo Knol. En natuurlijk YouTube vlog van Jorg. Nou, ik ga mijn achternaam erbij zeggen hoor. Dus dat vind ik niet meer apart. Maar ja. YouTube vlog is voor dit keer nieuw. In 2019. En vandaag is de opening. Eigenlijk is het open. Mijn nieuwe YouTube vlog. Want ik van jullie. Dan ga je dat laten maken, die vinden we daarvoor. Nou, de youth vlog van 2019 is nu geopend. Actie! Bravo! Bravo! Ja, dankjewel, je hoeft niet te klappen hoor, denk ik. Oh nee, als je niet wil klappen, hoeft dat ook niet hoor. Als je wel wil klappen, klap met me mee. Ja, la 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 la. U hoort aan mijn stem, ik word ietsje ouder. Nou, ouder. Ik word ietsje nog jonger. Want ik ben nu 18. Ja. Ik ben nog steeds 18, ja. Geloof je me nog steeds niet? Ah, jawel. Nou, weet je wat? Op Google, je typt ook mijn naam in. Of je kunt ook YouTube-vlog opzetten van mij. Ook met naam dus, je schrijft eerst youth vlog. En dan schrijf je dat gelijk van Jorger. Nou, wie vindt die mij kennen, dat ben ik. Hoi. Nou ja. Even denken, hoor, was ik even. Oké, ik ga één ding zeggen, dan sluit ik de video af. Want ik moet duidelijk een beetje voorbereiden van school nog. Pardon, allemaal pardon. Dat is een beetje mislukt. Wat hoor? Ja, dat weet ik wel. Dat was geen beetje te bloopers. Beetje bloopers erbij. Of ja, over bloopers gesproken, hè? Ja. Dat is ook niet bijzonders. De bloopers, als je één filmpje fout hebt, fout, of een beetje mislukt is, of wat ook andere dingen, dat noem je de bloopers. Want als je de tekst vergeten bent, dan zeg je ooit heel anders, of wat ik net deed, ik, hè? Ik heb die microfoon, want ja, je ziet dat het een klein beetje kapot aan het raken. Die
Ja, niet de microfoon is niet kapot aan het raken, de onderkant is weer kapot aan het raken, want ik heb een papier opgezet. Nou, dit is een microfoon, die gaat van draadloos naar de telefoon. Als je heel goed hoort. Goed hoor, hè? Zullen we eruit knippen? Ja of nee? Nee, hè? Dat is gewoon leuk. Even wachten hoor. Oh, ik heb mijn voeten slapen. Even zitten. Oh, zo, dan ben ik een beetje ouder aan. Ja. Mijn voeten slapen, dat betekent dat ik een 18 ben. En natuurlijk, vroeger was dat niet voor mij. Nou ja, vond je dit een hele leuke video? Abonneer op deze YouTube-vlog kanaal van 2019. Even wachten hoor, en ik zeg jullie allemaal later!